Als Patty de voordeur opent van haar ouderlijk huis, is haar ontmoeting met Alice het enige waar ze aan denkt. Ze hoort twee stemmetjes in haar hoofd die allebei iets anders willen. Alice, die zegt dat het volstrekt normaal is als je het met jezelf doet. En haar eigen stem, die blijft zeggen dat het fout is. Hey Pet, hoe was je dag? Hè? Wat is er met je broek gebeurd? Oh, ik ben gevallen. Niks aan de hand. Mam, ik heb zoveel huiswerk. Als je het niet erg vindt, ga ik naar boven. Patty schudt haar moeder af en rent snel naar haar kamer. Ze gooit haar tas in de hoek en stort zich op bed. Ze is bek af, maar wil ook het liefst meteen beginnen met het huiswerk dat Alice haar heeft opgegeven. Als ze het wil proberen, hoe moet ze dan? Ze doet haar ogen dicht en geeft haar fantasie vrij spel. Waarom ook niet, denkt ze. Hey, wakker worden. Hoor je me? Patty wordt wakker van een diepe mannenstem. Ze opent langzaam haar ogen en kijkt recht in het gezicht van iemand die ze eerder heeft ontmoet. Heb je je bezeerd? Ben je oké? Wat is er gebeurd? Waar ben ik? Ik heb zo'n dorst. Is er water? James pakt het flesje water dat naast haar bed staat. Als Patty wat meer bij haar positief is, probeert ze op te staan. Het voelt alsof de wereld om haar heen draait en ze is behoorlijk in de war. Ik heb geen idee wat er is gebeurd, maar ik werd wakker en toen lag ik naast je. Patty en James staan op en verkennen de omgeving. Ze bevinden zich in een spierwitte, kubusachtige kamer die totaal verlaten is, met uitzondering van hun tweeën, en een vreemd uitziende deur die Patty probeert te openen. Waarom gaat die niet open? Op dat moment vliegt de deur met een enorme kracht open. Patty verliest haar evenwicht en valt achterover. Kijk uit! James probeert haar op te vangen en valt bovenop haar. Patty is onder de indruk. Niet alleen van de enorme kracht waarmee ze omver werd geduwd, maar ook van de manier waarop hij haar hand vasthoudt. Ze herkent zijn aanraking van de eerste keer. Hij is het! Die jongen die... Auw, dat deed pijn. Sorry, is alles oké met je? Hè? Jij weer? Jij bent toch... Sorry, ik heb me nog nooit voorgesteld. Mijn naam is James. James Perkin. Patty staart hem met open mond aan. Nu weet ze het 100% zeker. Het is dezelfde jongen die haar te hulp was geschoten op het schoolplein. Gaat het wel goed met je? Heb ik iets van je aan of zo? Waarom kijk je de hele tijd naar me? Sorry. Alles goed. Met jou ook alles goed? Op een van de muren van de bijzondere kamer verschijnt plotseling de projectie van een beeldschone, mysterieus uitziende vrouw. Haar ogen glinsteren als zonlicht dat schittert op de zee. Ze is zich duidelijk bewust van haar schoonheid. Vanaf het scherm kijkt ze neer op James en Patty, die haar nauwelijks aandurven te kijken en zichtbaar geschrokken zijn van haar plotselinge verschijning. Wie bent u? Wie ben ik? Wat zal ik zeggen? Laat het erop houden dat ik iemand ben die beslist over wat er met jullie gebeurt. Hoe bedoel je? Wat doen we hier? Waarom heb je ons hier naartoe gebracht? Een jongen met pit. Wat moet het leuk zijn om met jou te stoeien? Ik verveel me zo erg de laatste tijd. Wie ik ben? Ik ben koningin Alice. De koningin van alle eenhoorns. En dit? Dit is mijn prachtige babykatje, Shisha. Wat is dit voor een belachelijke voorstelling? Oh, mooie jongen. Wat heb je veel vragen. Oké, ik zal het jullie vertellen. Jullie zijn in het land van de eenhoorns. En jullie zijn beide door mij uitgekozen om te onderzoeken hoe goed jullie in contact staan met je innerlijke driften. Ik geef jullie 4 opdrachten die je moet proberen op te lossen. Alleen als het jullie lukt om ze allemaal op te lossen, krijgen jullie je vrijheid terug en kun je terugkeren naar het aardse leven. Maar als jullie falen, dan zul je hier voor altijd moeten blijven
Waarom zouden we je gehoorzamen? Wie denk je wel niet dat je bent? Waarom? Het spijt me onschuldige deugd niet. Ik ben het allerbelangrijkste vergeten te vertellen. Het water dat jullie eerder hebben gedronken is besmet met gif uit de donzenvacht van mijn lieve katje Shisha. Het stroomt nu door jullie aderen en jullie hebben simpelweg geen andere keus dan om mee te spelen tot het bittere eind. Het beeld van koningin Alice op de muur verdwijnt net zo snel als het eerder was verschenen. De vloer begint te schudden en alles om hen heen wordt zwart. Toen ze hun ogen openden, waren ze ieder in een andere hoek van de kamer. Betty's handen waren geboeid op haar rug. Ook James zijn handen waren vastgebonden, maar dan aan de voorkant. Het was onmogelijk voor hem om iets te zeggen, omdat zijn hele gezicht bedekt was met een dikke laag stroperige honing. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Vind je het spannend, kleintje? Kijk maar eens goed naar je vriendje. Hij is zo opgewonden. Hij is kletsnat. Alsjeblieft, doe hem niks. Laat ons gaan. Wat? Jullie laten gaan? Ik ben niet degene die erover beslist, mijn lieve schat. Het is je knappe vriendje die daarover gaat. Wat bedoel je? Ik bedoel dat je kleverige vriendje de sleutel heeft die leidt tot jullie vrijheid. Maar ik heb geen idee waar hij hem heeft verstopt. Je moet hem zelf zien te vinden, ergens op zijn mooie lichaam. Wat? Maar hoe dan? Mijn handen zitten vast op mijn rug. Ik kan helemaal niks. Wat dacht je van je mond, schattenbout? Daar is toch niets mis mee? Mijn mond? Ja, dat heb je goed verstaan, kleine vlinder. Je mond. Je zult de zoete honing van het gezicht van je mooie vriendje moeten likken om zo de sleutel te vinden. Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik echt niet doen. Oh nee? Nou ja, dat bepaal je natuurlijk zelf. Hoe dan ook, de tijd gaat nu in. Als jij het niet doet, dan zullen straks deze hongerige mieren het voor je doen. Betty's gezicht verstrakte. Ze had nog nooit iets gedaan met een jongen. Niet eens gekust. Ze raakte volledig in paniek. Wat moest ze doen? En start! Koningin Alice draaide de zandloper om. Betty keek vertwijfeld naar James, die vermoeid en wanhopig voor zich uitstaarde. Schiet op, kleine vlinder, de tijd dringt. De honing verdwijnt niet vanzelf van zijn mooie gezichtje. Of wil je liever dat mijn hongerige mierenvriendjes het voor je doen? Alice leunde relaxed achterover met een glas wijn in haar hand, alsof ze naar een Netflix-serie zat te kijken. Oké, ik heb geen keus. Ik zal het doen. Betty besefte dat dit de enige manier was om hen beiden vrij te krijgen. Ze was nerveus, maar vastberaden. Ze haalde diep adem en kroop naar James toe. Ze bestudeerde de dikke laag honing op zijn gezicht en keek hem recht in zijn ogen. Betty buigt voorover en plaatst haar lippen op die van James. Ze doet haar uiterste best om door die stroperige laag heen te komen. Het is de eerste keer dat ze een jongen zoent. Ze is zo onzeker en vraagt zich af of ze het wel goed doet. Even stopt ze, maar de tijd tikt door en de lange rij met gulzige mieren komt steeds dichterbij. James kijkt haar aan en knikt haar bemoedigend toe, alsof hij wil zeggen hoe goed ze het doet. Dat heeft ze nodig. Met meer zelfvertrouwen buigt ze weer voorover en perst haar lippen met volle kracht op de zijne. Het duurt niet lang tot ze de sleutel vindt aan de binnenkant van zijn wang. Op dat moment smelt de honing van zijn lichaam. De vloer begint hevig te schudden en weer wordt alles zwart.